Koeien liggen lekker in een diep strooiselbox. En als koeien lekker liggen, zullen ze ook goed produceren. Het vullen van zo'n diep strooiselbox is echt een zwaar werk en kost veel tijd. Je zou er een zaagselstrooier voor kunnen gebruiken, maar de meeste zaagselstrooiers kunnen alleen overweg met zaagsel of gemalen stro. En niet met steeds grovere boxbedekking zoals champost, paardenmest of gehakseld stro. Machinebouwers Flink uit Moergestel en Buts Meulenpas uit Os ontwikkelden samen de KSS-strooier. Die zou zelfs overweg kunnen met een grof mengsel van stro, kalk en water. Veehouderijtechniek probeerde dat uit. Flink bouwt de bak in vier typen met een inhoud van 0,75 kuub voor de KSS 750 tot 1,8 kuub voor de KSS 1800. De breedte van de bak varieert daarbij tussen de 1,40 meter en 2 meter. Je kunt de bak aanbouwen aan een minishovel, een trekker of een heftruck. De bak weegt 415 tot 530 kilo en is dicht op het voertuig gemonteerd. Dat moet de stabiliteit vergroten. Twee doseerwalsen werpen het strooisel op een snel draaiend afvoerbandje. De dosering is niet instelbaar. De hoeveelheid strooisel bepaal je dan ook door het toerental van de band en de walsen te veranderen. Of door sneller of juist langzamer te rijden. Door de uitlopende bakvorm is het mogelijk om het strooisel langs een muur op te scheppen. Je hebt een minimale olieopbrengst van 25 liter per minuut nodig om de bak goed te laten werken. De draairichting van de walsen is elektrisch te veranderen. Zo kun je dus zowel links als rechts nauwkeurig doseren. Is er voldoende olie beschikbaar op de aandrijvende machine, dan kun je zelfs de tweede boksrij instrooien. De KSS instrooibak waar veehouderijtechniek mee werkte heeft een inhoud van 1500 liter en kost 5310 euro. Maar er komen de aanbouwdelen nog wel bij.